mensen van de pers vanavond morgen. Ons verontschuldiging voor de late aanvang vanwege andere dringende zaken die de heer Brunswijk in de functie als waarnemend president had af te handelen. Dus dat is de reden van de late aanvang, dus onze verontschuldiging daarvoor. U bent vandaag uitgenodigd om deelgenoot te zijn van een ondertekening van een samenwerking tussen de ABOP en de overige partijen. En ook onze dank dat u bent ingegaan op deze uitnodiging. Voor nu kan ik het woord geven aan de heer Ronnie Brunswijk, voorzitter van de ABOP. Dank u wel. Mij komt ieder groeten, de pers ook. We hebben een uitnodigende deur uitgestuurd om vandaag hier aanwezig te zijn. De bedoeling is dat we vandaag met vier partijen een samenwerking overeenkomst gaan tekenen. Dat betekent dat we deze partijen gaan we zo meteen een overeenkomst tekenen, waardoor we al deze partijen onder de vlag van de ABOP de verkiezingen gaan ingaan. Ja, en u weet het, wanneer we praten verkiezingen 2025, dan betekent dat dat alle stemmen tellen, want nu gaan we landelijk. Maar dat is het niet alleen de bedoeling om die verkiezing te winnen alleen, maar dat de Boromtjidjari die er moeten zijn hier in Suriname, mensen die hart hebben voor het land en zeggen van ja maar ABOP is een etnische partij. We hebben bewezen in 2020 dat het gaat niet alleen om macht, alleen om positie te krijgen zoals men zegt, friends and family hoor ze. Maar ik maak me niet eens druk daarover, omdat dat er niet zo is bij de ABOP. Wij willen alle Surinamers die geaccommodeerd moeten worden, die wij de gelegenheid hebben, dat geaccommodeerd worden. Als we positie willen hebben, friends and family, dan zou we PL bijvoorbeeld niet accommoderen met twee ministerposten en zoveel directeuren, zoveel, nee. Het enige wat ik blij ben dat de ABOP, wanneer de ABOP je woord geeft, dan is woord is woord. Ja, wanneer we zeggen van we werken samen, dan we lassen samen, we winnen samen. Ja, daarom ben ik blij dat ik vandaag zie de andere broeders, onze Surinamers. Die zien we hebben hier, we hebben hier in San Antonio van Hindustani, brother. Wat moet je van die brader, maar minister van een dogla. Maar hier, wat moet je een big man. Ja, meneer Naim. De mantak hier is big smart. Je ondersteunt je, je psychi. Ja, daarom ben ik blij dat een big man zit hier aan de ook toe. En meneer Joyo, ook een sterke NDP'er. Die met de groep van die ontevreden NDP'ers. Kom om de ABOP ook te ondersteunen. Ze gaat hun karakter zetten dat wij samen bundelen. En u weet het, wanneer je bundelt, samen bundeling, dan ik accept dat je moet trainen. Dit moet je met elkaar toe aan hun harde boto, dat ik haar in de pasula. If you want it, I will moet trainen. Dus, mijn mensen, ik wil dat jullie ook getuigen zijn van die ondertekening, maar meer nog, we gaan ervoor om 2020 samen met deze mensen, 25 mei, dat we samen op één lijst staan en dat we Suriname gaan bewijzen dat we greedy, dat we een partisan licht van ons doen. Ja, mijn mensen. Dan wil ik het woord geven aan wie gaat eerst. We gaan zo dan. En als je daar. Jullie zien net dat we hier op de hand hebben.
jullie zien het zelf dat Nieuw Suriname ook deel uitmaakt van de grote familie. En dat we niet schromen voor samenwerking met allerlei partijen die er zijn. En als u vandaag kijkt, dan ziet u duidelijk, echte Bromtjesjari hier. En daarvoor gaan wij. Ik heb een aantal keren geklaagd ook in de media over de situatie. En ik schroom niet mijn eigen mensen ook terecht te wijzen. Maar vandaag zitten we hier met de echte groep. Waarmee we de verkiezing ingaan. De matak tega oorlog, je gaan een echte man. En dat we gewoon oorlog noemen. No de ready thing. Thank you. Dank u wel. Geachte aanwezigen, ook voor ons als Nieuwe Stijl KTVI hebben we uiteindelijk gekozen voor dit spoor waarbij we eigenlijk met onze broeders, waarvan we weten dat die doelstellingen van hun partijen met ons kunnen worden gesynchroniseerd, dat wij dan met deze partijen verder gaan. Er is veel werk aan de winkel in ons land en vooral met de huidige of de straks van toepassing zijnde een nieuwe kiesregeling waarbij we dus landelijk kunnen gaan verkiezen, dat het feitelijk een heel nieuwe dimensie gaat brengen voor ons allen. En wij willen daarmee natuurlijk als samenwerkende partijen willen we daarmee zeker onze stempel drukken. Natuurlijk ten goede van de Surinaamse gemeenschap. Dus daarvoor zijn we hier als Nieuwe Stijl KTPI en we kijken uit natuurlijk naar de uitwerking van deze overeenkomst en van deze samenwerking ten goede en ten goede bate voor de Surinaamse gemeenschap. Dankjewel. Dankjewel. Leden van de pers, goedemorgen. Ik ben hier ook deelgenoot van de formatie, omdat wij van de PDO bereid zijn om met wie dan ook samen te werken. Het is de eerste keer dat we samenwerken met de ABOP, maar bij de verkiezing in 2015 hadden we alle samenwerking met de ABOP in AC-verband, klopt toch? Ja, dus voor ons is het geen nieuw. We kennen de voorzitter heel goed. En, echt een sociaal gevoelig mens, maar ik ben er om ook de zaak te ondersteunen in het belang van land en volk. Wij gaan ervan uit, Suriname eerst en dan de rest. Wij als politieke leiders moeten zorgen voor welvaart en welzijn. En met dit verstande dat wij als Surinamers gelijke rechten hebben en dat wij, om de zaak een beetje in Timoni te breken, elke Surinamer heeft recht op een stuk goed leven te hebben in dit land. Op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg, noem maar op. Armoedebestrijding, criminaliteitbestrijding. Wij gaan ervoor. En ik heb vertrouwen in deze formatie. Meer kan ik niet zeggen, maar we gaan ervoor. En wij vragen alle Surinamers om dan echt te houden van dit land en werken naar de nationale eenheid. We gaan niet meer denken aan, ik zit hier, ik ben een Javanese. Meneer Nasib daar zit daar en zit er staan. De voorzitter van de OM is Maron. Die tijd moet allang voorbij zijn. Wij moeten streven naar één Suriname. We moeten streven naar één Surinaamse mens. En dat is belangrijk. Willen we dit land redden, dan moeten we denken echt aan Surinamers. En oprecht en eerlijke leiders. Geen corruptie meer in dit land. Echt waar, mensen. Dat was in het kort mijn bijdrage. Bedankt. Dank u wel. Ja, graag de pers. Ik ben hier namens de ontevreden NDP'ers als groep Jojo. U zal wel vragen waarom groep Jojo. Groep Jojo, hij is een hoofdbestuurslid van de NDP die zich gisteren heeft bedankt. Ja,
Maar ik ben hier gekomen om de samenwerkende partijen die hier zijn te ondersteunen. Nogmaals, we gaan voor het land en we gaan werken voor het land, vooral het Surinaams volk. Belangrijk is dit, dat wij de vertrouwen hebben gegeven aan de voorzitter van ABOP om verder te gaan. Wat ook meneer Wangsaar daarvoor heeft gebracht. We staan achter de bewoordingen van meneer Wangsa. De samenwerking gaat dan ons brengen naar een doel toe. En dat is om verder te gaan. Ja, nogmaals bedankt van onze kant uit. Dank u wel. Dank u wel. Wanneer je een sterke team hebt gemaakt, wanneer je voetbalwedstrijd gaat spelen, is dat je import de beste man voor kan winnen play. En wij zijn hier niet om krabben te maken. Wij zijn vandaag hier om de Surinaamse volk te bewijzen dat we kunnen samenwerken. En dat we gaan voor de overwinning van de aanstaande verkiezing 2025. Unie me krab, we go winnen. En wij gaan overnemen, ja, met deze groep en anderen die zich ook daar komen aansluiten, gaan we gewoon on fair play. We play one boom play, maar we gaan ook jou winnen, we gaan ook jou overwinning. En 2025, zelfverzekerd, gaan wij samen, ja, we horen aan u, ja? Ja, ja, gaan wij samen voor de overwinning. Yes. En we gaan ook jou overwinning. En ik mag u zeggen, dem tak we winnen dat we winnen, we nemen krap. Maar met deze ondersteuning, dan is de ABOP sterker. Ja? En 28, je schoenen ook toe naar AK Stadion. AK Stadion gaan we daar, die eerste, we gaan eerst bewijs dat die ABOP nanga ook toe ondersteunen van de Big Brother DC. Gaan we meer, we hebben 100.000 plus. En dan zeker we halen 100.000 plus. Nanga de Brada DC. Ja? Zorg van Suriname, we wachten op de rapé. 28 september, dus de Satra aanstaande, AK Stadion. En al de Brada DC zijn op het podium, op tak naar ONU. En daar gaan we die, we kiezen een boodschap op de rapé, een duidelijk boodschap, wat we gaan doen. Toen we winnen als 3DC, wat wij gaan doen, gaan we ook het lekker volk uit ook toe. Dankjewel. Okay. En dan gaan we naar. We gaan nu dan over tot die ondertekening van de samenwerking overeenkomst. Kapitein, ja. Hier, ondersteun je toe. Moet je even kloppen, ja toch? Zo, we gaan. Paraf. Dem paraf toch? Is paraf. 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 1, 2, 3 en dan tekening op de laatste. Oké. Vandaag is 26, 9. Kijk, ik ga maar deze geven. Ja.
Okay. Paramaribo, 26 september 2024. Samenwerkingsakkoord. Gelet op de naderende geheime vrije verkiezing die de mogelijkheid bieden tot het concretiseren van een zo breed mogelijk gedragen bestuur, welke erkenning geniet van de totale Surinaamse samenleving. De ontwikkeling op olie en gas, een gasindustrie welke kunnen helpen om een positieve bijdrage te leveren aan de economische gemeenschap in geheel Suriname, welke effect door de aankomende regering gerealiseerd moet worden, zodat de toekomstige generatie ervan mogen profiteren. De uitgevoerde sociale programma's welke vele malen beter en sterker gericht moeten worden op het welzijn van de totale bevolking. De manier waarop staatszorgplicht volgens de artikel 4, 24, 36 en 51 van de grondwet in de achter ons liggende periode heeft plaatsgevonden, behoeft een sterker en groter draagvlak. Het feit dat door de massale immigratie van het kader en deskundigen de dienstverlening in de gezondheidszorg en de kwaliteit van het onderwijs ten behoeve van een nationale productie sterk achteruit zijn gegaan, waardoor de basis voor verdere ontwikkeling van het land wordt bemoeilijk. Dat de samenleving grotere behoefte heeft aan politieke leiders
die het nationaal belang voorspellen en duurzame samenwerking voorrang geven, waardoor betere voorwaarden worden geschapen voor politieke stabiliteit, de huidige sociale en economische spanning in oogenschouw nemen. Besluiten de partijen. 1. De Algemene Bevrijdings- en Ontwikkelingspartij, de ABOP. Nieuwe stijl KPPI, NSK. 3. Nieuw Suriname, NS. En Partij voor Democratie en Ontwikkeling, dat is de PDO. Middels dit akkoord om politieke samenwerking aan te gaan en zich te committeren aan goed bestuur na 25 mei 2025 met als uitgangspunten dat 1. Partijen een regeerplan zullen samenstellen met als centrale thema het welzijn en de ontwikkeling van de gemeenschappen als ook de decentralisatie van bestuur waarbij de kloof tussen de centrale overheid en de lokale overheden verkleind wordt. En op 2. Het regeerplan de sociale rechtvaardigheid waarbij de inkomsten van het land rechtvaardig verdeeld zullen worden als basis zal hebben. 3. Versterken van ondernemerschap waarbij de aanpassing van het onderwijssysteem naar de behoeften van het ondernemersveld serieus zullen worden aangepakt. 4. Partijen in cohesie met elkaar en de samenleving zullen blijven investeren en een vreedzame, rechtvaardige, multi-etnische samenleving waarin burgers van elke culturele en religieuze oriëntatie zich primair laten leiden door gemeenschappelijke normen en waarden ten aanzien van de democratie, mensenrechten en hun verbinding met het grondgebied. 5. Partijen zich committeren aan een politiek en institutioneel systeem, besluitvorming en uitvoering als de beste garantie voor preventie van corruptie. Partijen bij het verkrijgen van regeermacht ten aanzien van voorzieningen voor bestuurders en het overheidsapparaat en rationeel en nuchter financieel beleid zullen voeren. 7. Partijen om financieel-economisch beleid garanderen dat de economie van Suriname niet alleen weerbaar zal maken, maar ook dienstbaar zal zijn aan het welzijn van alle Surinamers, als ook de adequate ontwikkeling van kinderen en jongeren door optimale investering in nationale productie, onderwijs, gezondheidszorg en veiligheid. 8. Partijen zich committeren aan een duidelijk, transparant en door de totale bevolking te verstaan communicatieplan, waarbij communicatiesystemen zullen worden ingezet om met de bevolking in contact te blijven, waarbij gezonde dialoog als uitgangspunt zal dienen. 9. Partijen gezamenlijk onder de naam van het symbool en de vlag van ABOP zullen deelnemen aan de algemene vrije en geheime verkiezing van 25 mei 2025. Partijen zich tot slot committeren aan de democratische rechtsorde in hun streven naar een open en vrije samenleving waarin de grondwettelijke vereisten voor gemeenschapsparticipatie steeds beter tot uiting kan komen. Paramaribo, 26 september.
2024 en die partij die daar net hebben getekend. Sluit ik. Ja. Dank u wel. Ja, dank u wel, meneer Bruinswijk. En de pers heeft toch wel wat behoefte om vragen te stellen. En wie heeft nu de gelegenheid die is aan welke medium verdiend te worden? En u heeft die vragen naar degene die die vragen wist te stellen. Oké. Okay. Jarre Waterwijk, DTV en Suriname Herald. Maar niet mijn president. Welke garantie heeft u dat deze partij die een paar maanden terug de samenwerking hebben getekend met de NDP, nu een samenwerking aangaat met u, welke garantie heeft u dat ze niet hetzelfde doen laten? Dus in ieder geval met de PDO heb ik al samengewerkt en ik ben ervan overtuigd, ik ben zelfverzekerd dat meneer Naim, een man zijn woorden wordt, dat weet ik. Maar wat dat betreft aan de kant van de Anwar zal ik het teken, moet u aan hun vragen wat de reden is dat ze weer weg zijn gegaan vandaar. Maar in ieder geval, dit is niet over één nacht ijs gegaan. We hebben heel lang gesproken en we hebben commitment gemaakt. We hebben elkaar het woord gegeven en vandaag is het een feit. Ja. Dus ik ben 100% dat wij gewoon doorgaan tot de verkiezing en na de verkiezing gaan we door. Okay. Meneer Rashid Bar. Ja. Ik zei het al, jullie hadden niet lang terug een samenwerking getekend met de NDP. En wat is de aanleiding voor Lies om dus dan NDP te verlaten en uw aanbod aan te gaan? Er is een Ja, Gerald, en als ik je mag vertellen, dat we zeker 2,5 jaar bezig waren geweest met meneer Boutersen. Na meneer Boutersen hebben we meneer Abrahams gehad. En dat was Pico Bello. Beide voorzitters waren top. Na de verkiezing is mevrouw Jenny gekomen. We zijn daarna één keer ontvangen, kennismaking. Met die standpunt dat we over een week weer terug bij elkaar zouden komen. En nu twee maanden verder horen we nog steeds niets. Toch? Waarvan ik hoorde dat u de vraag stelde aan Bruinswijk. Wat voor garantie hij kan verwachten van ons. Ik ga je eerlijk zeggen, als je een Koran hier had, had ik mijn hand gezet. Als goede moslim, als je een Koran hier had gezet, had ik mijn hand gezet. Dat had u niet eerder gedaan bij de NDP? Dat was het ook. Dat was het ook. Maar als je twee maanden lang je gaat richting een verkiezing, nou, nog 7 maanden, en je hoort niets, wat moet je doen? Ik heb nooit onderhandeld hoor. Ik heb nooit onderhandeld. We hebben met dezelfde persoon die de onderhandeling voor ons voerde met de NDP, die alles voor ons deed, voor de partijen. Dat is meneer Joyo. Daarmee zijn we steeds doorgegaan. We zijn echt trouw gebleven aan die meneer. Ja, klopt de informatie dat de NDP u al vast heeft gezegd van u komt niet op de lijst, maar een jongere van uw partij en u was er niet mee eens en daarom heeft u de stap genomen. Klopt die informatie? Nooit, ze hebben me dat nooit gezegd. Zelfs hebben nooit, we hebben nooit gesproken op een lijst. Dus het klopt niet? Nee. En nog bij de onderhandelaar zit daar, hij kan het beamen. Nog een vraag, meneer Joyo. Meneer Joyo, u zei daarnet, u gaat weg. Namens de ontevreden NDP'ers. Ik zou meer willen weten dat een beetje transparanter welke NDP'er
En hoe groot is de groep van ontevreden NDP'ers die mee gaat met u? Zo, meneer Jadel, ik begin u te zeggen. De NDP ga ik nooit aanvallen. Ik kom uit een gedisciplineerd partijorganisatie. Ik ben gekomen uit een gedisciplineerd organisatie en dat is de NDP. Ik heb de stap niet alleen genomen. Ik heb de stap genomen omdat mensen achter me staan om te zeggen, meneer Jojo, het gaat niet goed met de partij. Ik heb gezegd nee, we gaan daar niet over praten. We praten alleen wanneer er wordt onderhandeld, maar er is geen onderhandeling gekomen. Dus wat meneer Nasib daar even zegt, ik sta helemaal achter hem. En u weet, wanneer mensen naar jou gaan komen om te zeggen, hey, Kongwe, en ik als leider, een opkomende leider, ga ik zeggen van oké, laten we gaan. Maar ik moet de weg gaan kiezen. Ik ga je één ding zeggen, ik ben niet hier gekomen om de NDP te kleineren. Nogmaals, ik ben hier gekomen met die groep Jojo. Ja, dat is mijn antwoord dan. De vraag was, welke NDP'ers en hoe groot is de groep? Dat was die vraag. Die vraag heeft u beantwoord. Oké. Okay. Welke zijn die mensen en hoe groot is de groep? Die groep is heel groot. Hoe groot? Ik ga u alvast zeggen dat we al over de 11.000. Oh. Ja. Ik zeg nogmaals, de vier partijen waren belangrijk om die 100.000 te halen. Maar die 100.000 is nu weggegaan. Je moet weten, NDP heeft de verkiezing in 2020 met 63.000 gewonnen. En ik heb opdracht gekregen om de vier partijen binnen te laten komen, om die plus te krijgen. Maar als u als partij mij niet wil accommoderen, en deze mensen hebben bedankt, ben ik als onderhandelaar dan niet geschikt, dan ga ik moeten bedanken. Ja, dus daarom heb ik dat gekozen. En ik ben benaderd door die partijen om dan die samenwerking aan te gaan binnen het gehele constellatie met ABO. Dus ik heb dat gedaan. Okay. Next. Meneer Jojo. Ja. Bent u nog lid van het hoofdbestuur van NDP? Ik heb uitgeschreven. Ik heb bedankt als hoofdbestuurslid, tevens onderhandelaar van de partij. Ik heb niet gezien, maar heeft u ook getekend? Ja. Als wat? In welke hoedanigheid heeft u dat gedaan? In die... Nee. Maar voor die groep heeft een bestuur. En de voorzitter is de heer Ahmad Kario. Ja, hij doet alles. Wat? Namens de beweging. En hij is geen NDP'er, hè? Dat wil ik hier alleen maar zeggen. Ja, dus het is de groep Jojo die dan samen met de ABOP en de overige partijen heeft getekend. Wij gaan eenduidig, we zijn het gemeenschappelijke doel die we nastreven. Daarom zijn we ook in de samenwerking aangegaan met de overige partijen. De groep Jojo bestaat niet alleen uit ontevreden NDP'ers. Er zijn ook andere groeperingen binnen de gemeenschap die van oordeel zijn dat ze iets anders willen en die zich hebben aangesloten bij de beweging. Dus de beweging bestaat niet alleen uit ontevreden NDP'ers. Er zijn nog andere groeperingen die zich hebben aangesloten bij deze groep. Ja, dank u. Next. Lid van de ABO. We gaan onder de paraplu van ABO op de verkiezingen in. Ja. Ik begrijp het nog niet zo goed. Ja. Maar goed, Joël is geen politieke partij. Dus gaan jullie ABO persoon? We gaan onder de paraplu van de ABO op de verkiezingen in. Dus jullie worden ABO persoon? Als u het zo wil noemen, dan is dat een... Goedemorgen, jullie van de STDS. Meneer Nasidar, we hadden daar net over Bromtje Dari, dat u dat ziet in de avond. Was dat ook het geval aan Nieuwsan en van de heer Nieuwsan? Ik ben nooit geweest bij de Nieuwsan. Nee, ja, ik heb gesprekken gevoerd, maar dat was in het prille begin, maar toen bestond er geen nieuws en dat soort dingen. Ja, maar in die gesprekken, daar zat ik geen Bromtje Dari.
daarin waren ze bezig met een soort, hoe heet dat ding, een soort nieuwe beweging. Toen ik dat ding zag, en ik was samen met meneer Naïn, ja, zijn we gewoon stilletjes weggegaan, rustig, want we zagen dat dat ding niet liep. Zijn we weggegaan, rustig. Binnen de NDP is 100% Brontjidjari. Ik zeg niet dat er geen. Na de laatste verkiezing is er een nieuwe voorzitter gekomen en daar liep het helemaal stroef. We zijn één keer ontvangen als partij en daarna niet meer. Met duidelijke afspraken toen we daar zaten dat we binnen een week terug zouden keren. En nu zijn we 2 maanden verder en we hoorden maar niets. En we zagen van mensen komen, mensen gaan, noem maar op. En wij werden niet uitgenodigd, niets. Dus op den duur dachten we van, wat gaan wij doen? En zo hebben we gesproken en we zijn teruggegaan naar onze onderhandelaar. En we hebben gesproken van, Saipsa, zij doen dat nou. Toen ik tegen zei, oké, het komt goed. Ja. Oké, dank u wel. Wanneer u bent president, heeft u gesprekken gevoerd met de verschillende partijen? Heeft u ook gesprekken gevoerd met de samenwerking? Ja, met zoveel partijen natuurlijk hebben we ook al met de BEP gesproken. En dat is niet nu. We praten maar. Maar met over BEP gesproken, daar hebben we ons niet kunnen vinden samen. Dus, tot nu toe is er geen enkele punt waar we kunnen zeggen van ja, we werken samen. Want elke keer wanneer we praten, kunnen we elkaar niet vinden. Dus het is zo gebleven. Oké, maar stel na de verkiezing, is er een mogelijkheid tot een eventuele samenwerking? Na de verkiezing? Ja. Natuurlijk, dat sluit je niet uit toch? Ik weet niet. In feite is na de verkiezing de uitslag bepaald. Ja. Uitslag bepaald na de verkiezing. Dus ze zijn onze broeders en als ze zetels hebben gevonden en wij ook, dan ga je kijken. Maar waarom zijn jullie eigenlijk ontevreden? Waarom gaan jullie eruit? Kijk, het gevoerd beleid die binnen de partij is, is anders geworden. We waren gewend met de heer Boutersen aan het werk te gaan. Maar met het nieuwe bestuur is het anders geworden. Ja, en ik ga u één ding zeggen. U moet zelf de vraag stellen aan de ontevreden mensen. U kunt mij ook de vraag stellen. Ik ben de vertegenwoordiger van de ontevreden mensen. Maar ga ik in dit zeggen. En dat is, zou je goed vinden als jouw vrienden weggaan naar een andere partij en naar een andere samenwerking. En ik als onderhandelaar heb gefaald. Dus ik heb toen gezegd van oké, ik neem de weg. En wie met mij wil gaan, mag komen. Ja, ik heb het gelaten. Vrijwillig gelaten aan de mensen. En ik zie dat de beweging op zaterdag 28 het bewijs gaat zijn dat we wel die aanhangers wel binnen hebben. Ja, dat is mijn antwoord. Ja, u is niet echt een partij, maar voor KTP Unistel en uw Suriname, of ja, uw Suriname, behouden jullie een partij en uw identiteit? Of de partij blijft. De partij blijft bestaan. We gaan alleen maar onder de paraplu van ABOP verder de verkiezingen in. Je weet, in de tijd hebben een paar knappoppen een wet gemaakt. Dat we niet samen mogen bundelen en dat we geen dingen mogen vormen. Dus nu gaan we onder één, onder ABOP. Shmari Thomas van Suriname herhaald, waar ik president voorzitter van de ABO. Hoe kijkt u naar deze verkiezing?
van en wat voor garantie geeft het u als voorzitter van de avond dat u een groter eruit komt? Dus kijk, garantie dat je wat groter eruit gaat komen, willen we ook bij de krachtmeting van 28 gaan we dan ook al de Surinaamse gemeenschap bewijzen. Maar in ieder geval, ik heb echt het vertrouwen en ik ben ervan overtuigd dat wij als de kroeste uit de bus gaat komen. Ja, omdat ik heb vanaf 2020 ben ik niet stil gaan zitten. Maar als ik kijk naar die registratie van de ABOP en nog vertrouwen die we nu gaat genieten van deze partijen, dan zie ik dat we inderdaad meer gaat groeien. Meer mensen gaat vertrouwen in ons hebben. Ja? Dus als er twijfel is dat wij een grote partij gaat worden, ik twijfel er niet aan. Ik ben niet de almachtige. Maar in ieder geval, wanneer je werkt, dan zie je wat je hebt. De ABOP heeft, als ik moet evalueren, de afgelopen verkiezingen, dan zie ik dat nu de ABOP alle structuren in place hebben en dat we landelijk, dat heeft ons meer power gegeven om harder te gaan werken. Die landelijk wat ze hebben geïntroduceerd, daar zijn we harder het veld op gegaan en we hebben harder gewerkt. En ik zie dat alle structuren in place zijn en wanneer ik kijk naar mijn registratie en we doen controle, dan zien we dat die mensen er zijn. Ja? Dus er is geen twijfel, we gaan ervoor. En ik ben een leider, ik ben vastberaden om deze verkiezing te winnen. Oké, okay, meneer Brunswijk, wanneer we praten over partners, als de PL zegt, voor de verkiezing wil ik weer onder de paraplu van de ABOP binnenkomen, is hij welkom om te weten dat de PLU, meneer Nijnso, door ik met de leader met meneer Zomerhartel kan. Hoe gaan jullie dat oplossen? Ik begrijp het vraag niet. Als meneer Somahajo, de PL, toch zegt, we willen weer wel samenwerken voor de verkiezingen, samen met de ABO, staan jullie open voor die samenwerking? Nou, de enige mogelijkheid dat we nu samen weer met PL gaan werken, is dat PL onder de vleugel van de ABO moet komen. Omdat we hebben met de PL een heel mooie constructie, 4 jaar lang bedacht, en we hebben een partij opgericht. De partij, de naam ABOP-PL, het is opgericht, alles. En op de laatste dag dat de ABOP zou verlaten, dan zou gaan in ABOP-PL. PL verlaat PL en gaan ze in ABOP-PL. En dan zou ik dan bijvoorbeeld ik de voorzitter, meneer Somahardjo, ondervoorzitter enzovoort. Dus we zouden 1 partij vormen. Dat is beklonken. En bij die dag dat we gaan praten over het bestuur, dat wij dan op 28, deze 28, zouden we dan allemaal intreden. Want mijn congresbestuur, allemaal hebben we al op de hoogte gesteld. En wij hadden al groen licht van het congres om de partij te verlaten. We mogen massaal de partij verlaten en aansluiten bij de nieuwe partij. En mijn voormalige zegt nee. Op het laatste moment zegt hij, emotioneel en principieel, dat heeft hij precies zo gezegd, emotioneel en principieel, gaat hij zijn partij niet verlaten. Maar als je partij niet gaat verlaten, dat betekent dat we niet verder te praten. Want als op het moment dat je zegt principieel, je gaat niet weg, dat betekent, hij zegt, je hebt de andere APL'en mogen gaan in ABOP'en, maar hij gaat blijven. Nou dan, op dat moment heb ik gezegd, dan volgen we de morgenvaren. Dus toen hebben we afspraak gemaakt dat wij alleen de verkiezing ingaan, hij gaat alleen, wij gaan alleen. En na de verkiezing kunnen we dan kijken wat we hebben gewonnen, dan komen we weer samen. Dus dat is de afspraak. Okay. De laatste, ook voor de heren die vandaag akkoord hebben getekend, hebben jullie de NDP hier vanaf de hoogte staan, de Nieuw-Suriname en PDO. En hoe geloofwaardig moet de samenleving jullie nemen om op jullie te stemmen? Want jullie hoppen van 1 partij naar de andere partij wat samenwerking. Hoe geloofwaardig zijn jullie? Ook een nieuwe cel KTPI hebben we gezien tijdens de ondertekening daar aan de ringweg. U was aanwezig. Dus het gaat hier om geloofwaardigheid en de juiste intentie waarom jullie
in doen en politiek ingaan en regeermacht willen gaan hebben en zetels gaan winnen? Nee, dus in feite die vraag, je stelt die vraag aan hun, maar ik mag dus eigenlijk, ik wil ook antwoord hierop geven. De politieke realiteit op een bepaald moment bepaalt wat je doet. En als deze mensen geloof hadden in Abrahams en zeggen van we gaan, want daarover gaat het. Ze hebben Boutersen, ze hebben vertrouwen in Boutersen en nu heeft Abraham overgenomen en ze hadden vertrouwen in Abraham en daar zijn ze gegaan. En nadat er een verkiezing is gekomen, heeft Abrahams die strijd verloren. En dat deze mensen zeggen van Ubewan onder parapel man, Ubewan ondersteun. Dat is dat hele ding. En die andere mevrouw heeft gewonnen. En deze mensen zeggen van nee. Utakan als mama uiteindelijk actief de drape. Dus dat is dat hele ding. Dus dan moeten we dat ding goed uitleggen. Dat als een nego over taki, jompo hier, jompo daar enzovoort. Nee, het gaat niet over jompo, jompo. Het gaat over de politieke realiteit op een bepaald moment. Die bepaalt voor jou. Ja? Dus als ik zeg van mina je roken samen en met dat bribi in jou en er komt morgen een andere leider en mina je naar bij tots, dus dan dat is dat probleem. Dus dat hebben ze maar uitgelegd. Yes. Goed, nog een laatste vraag, dan gaan we afronden. Ja, dus ook wat mij betreft nieuw stijl Suriname. Nieuwe stijl KTP. Wij hebben vanaf 96 gewerkt met de NDP. Toen onder Weidenbos tot nu toe. En we hebben gezien wat zij ertoe in staat zijn. En mag je zeggen dat het een heel goede ervaring was geweest voor ons. Dus we hebben wat dat betreft geen enkel op je aanmerkingen. Maar u weet, als u dus samenwerkt met welke partij dan ook, ook in een normale situatie van het leven, dan ga je toch wel af en toe moeten evalueren van oké, waar willen we naartoe gaan, waar zijn we geëindigd. En bij ons gaat het primair om, hoe kunnen wij als politieke organisatie ons bijdrage maximaliseren. Wat is onze toegevoegde waarde waarmee je gaat werken bij je organisatie? En we hebben toen geëvalueerd en we hebben gezegd van oké, luister u. Willen wij als partij onze bijdrage maximaliseren, dan kunnen we liever nu kiezen voor een andere samenwerkingsverband. En dat hebben we gedaan. We hebben gezegd, oké, de ABOP, we hebben met ABOP gewerkt, ook in de periode van Boutersen. Met Nassim daar ook en met PDO ook. Dus we kennen de mensen, zijn allemaal goede bestuurders. En u moet een keuze maken, uiteindelijk. Nu, ja, je kunt niet constant wikken. We hebben een keuze gemaakt en vandaag hebben we die keuze gemaakt. Dus wij staan achter die samenwerking en wij gaan ervan uit dat wij met z'n allen de toevoegde waarde van de politiek voor het land in dit verband kunnen gaan doen. En daarom, dat is het antwoord dat we kunnen geven op dit moment. Ja, dank. Ik heb uw vraag volkomen begrepen, ja. Ik kan wel dit zeggen. Als partij ga je niet paspoem je aansluiten bij een andere partij. We hebben, meneer Brunswijk en ik hebben vaker gesprekken gevoerd. Voordat we zijn gekomen tot dit besluit, moet je eerst je achterban informeren. Je structuren, het hoofdbestuur. Pas wanneer je goedkeuring hebt gehad van het totaalbestuur en de leden, dan ga je over tot de stap om samen te werken met welke partij dat ook. Wij zeggen altijd, we willen altijd samenwerken met alle partijen. Het gaat om dit land Suriname. We hebben alle Surinamers nodig. Je mag geen enkele partij uitsluiten. Dus het besluit is niet gegaan over een dag. We hebben dat goed besproken in alle districten, met alle structuren. Pas toen wij als bestuur groen licht kregen, volledig mandaat, ga, we staan achter jullie, het bestuur, hebben we dan dit besluit genomen. Dus u moet niet denken, het is een besluit van de voorzitter of van de persoon waar die naar in. Nee, wij zijn een democratische partij, we moeten ieder kennen in deze en. Nadat we groen licht hebben gehad van de totale partij, zijn we gekomen tot dit besluit. Begrijp je?
Niet dat we de NDP bekritiseren, nee. Wie ben ik om dat te doen? Als je dan gaat, alle partijen zijn goed. Maar het zijn de leiders, de voorzitters van de partijen die er potje van maken, snapt u? Dus ik hoop dat u allemaal begrijpt. Het is niet job of voeten van links naar rechts, echt niet. Hadden we misschien, waarom we misschien anders behandeld of noem maar op, dat zouden we nog steeds bij de NDP zijn. We hebben te lang gewacht. En onze mensen worden een beetje boelig. Hey, voor die zijn ze zo lang ik maar uittekenen zal die en niks niet hebben. Ik dacht, cool. Ik ben niemand. Ik weet hoe ik mijn achterban een beetje kan controleren. Maar het is te veel geworden. Ben ik op stap gegaan in alle districten, moet u weten. Nadat ze zeggen voor die te quadra koers, te quadra besluit, heb ik de voorzitter gezegd, voor je me ready. Maar in het verleden heeft hij al gevraagd, laten we beginnen. Ik zei, nee, nog niet. Eerst de structuur kennen, eerst maar dat krijgen en dan ben ik ready. Persoon van rekening, je moet die volledige ondersteuning krijgen van ze. En niet als persoon, omdat je voorzitter bent, mag je van links naar rechts gaan. Zo werken we niet. Dus bedankt alvast. Dank u dan. Goed. Mevrouw, hoe zou u reageren als je man thuis niet met jou praat, maar met andere vrouwen wel buiten praat? We zijn niet hier aan het eten. Nee, ik bespreek jou niet. Ik bespreek hetgene wat je naar voren hebt gebracht. Want je hebt ons ook beschuldigd dat we jump op voet spelen. Ja toch? Je hebt dat gevraagd en ik geef je dat als terug als antwoord. Laat me u één ding uitleggen. Als wij als partij, waarvan we afhankelijk zijn van structuren binnen de partij, waarvan wij een verantwoording hebben naar de achterban. Hou rekening, in 2010 had ik 2 zetels alleen op eigen kracht. In die samenwerking met NDP, waarvan Nikeri ik de eerste zetel had. Hou rekening daarmee. Want één journalist heeft ook gezegd dat ik en mijn zus alleen in de partij zitten. Terwijl ik in werkelijkheid geen zus heb. Toch? En vandaag krijg ik dit van u toegeslingerd. Dan ga ik dat aangeven als antwoord. Ik ga je één ding zeggen. Een partij valt in opstand wat naar één heeft gezegd. Uit structuren. Uit kernen. En daaruit zijn wij afhankelijk. Want dan kan je ook zeggen dat we hier zitten als 4-5 dictators. Nou, weet ik besluit nummer of ik weet nummer. Dat ding is niet zo gebeurd. En als je komt als voorzitter, je zit. En 2 maanden lang heb je me niet gesproken. Wat moet ik dan doen? Geef me antwoord. Wat moet ik doen als je 2 maanden niet met me hebt gesproken? Dat is niet voor mij. Maar daarom vraag ik, want jij hebt toch die vraag gesteld naar mij, dan geef ik je terug antwoord toch? Het is een actie-reactiesysteem toch? Toch? Je vraag stellen daarom, maar dan moet je ook antwoorden vragen toch? Ik ga je één ding zeggen, het is makkelijk politieke mensen te beschuldigen van dat jullie jump op voeten spelen en dit en dat. Op den duur moet jij ook een keuze maken en ook op een partij stemmen. Ik weet dat mensen, een aantal mensen niet van me houden, de wijze hoe ik praat, maar ik zeg de dingen precies hoe ze zijn en bij mij kan iedereen terechtkomen om te praten. We hebben samen op school gezeten, no? AHKCO. Voor mij zat ik 1 jaar voor jou. Dus ik wijs je alleen maar hoe die dingen in elkaar zitten. Hè? Nu probeer je af te weken, toch? Nu probeer je af te weken. Maar ik wijs je gewoon hoe de dingen in elkaar zitten. Ja. Toch? Dankjewel. Ah, dankjewel. Nog 2 laatste vragen van de CV. Dan gaan we afronden, mensen. Ja, 2 journalisten hadden nog 1 vraag. Nog 1 vraag? Kom, mensen, kom. Hoe zal de lees eruit zien? Want jullie werken nu samen, dus ik neem aan dat deze mensen ook geaccommodeerd zullen worden op de kandidatenlijst. Hoe zal die eruit zien? Ja, kijk, nu zijn zoveel ruimte. Ja, 51 plaatsen. Dat is niet gierig. Als wij andere partijen kunnen geven, daar.
wij gaan kijken naar de kwaliteit, naar de inzet van die partijen. En als iemand bewijst met dat je iemand door een zetel, en dat gaan ze moeten bewijzen, iedereen die komt gaat dat moeten bewijzen, dan word je ook als zo geaccommodeerd. Ja? En jij komt met je kandidaat, maar belangrijk, iedereen krijgt plaats op de lijst. Heer Brunswijk, laatste vraag. Ja, heer Brunswijk, concreet, welke toegevoegde waarde zullen deze 1, 2, 3 politieke partijen en de groep daar hebben voor de avond? Concreet. Concreet? Ja. Dat zou ik niet hier zitten, als ik geen toegevoegde waarde zag in hun, zou ik nooit hier zitten om mijn tijd te verliezen. Ik heb gezegd, elke stem telt nu. Ja? En ik mag u zeggen dat wat ik heb gezien, want ik ben niet zomaar, ik heb in mijn telefoon. Ik zeg, je moet me bewijzen, je komt naar de ABOP, ik moet me eerst bewijzen. Ik ben naar Nigeria met ze gegaan. Ja? Undercover. En als wat ze hebben gepresenteerd, wat ik daar heb gezien, heb ik gezegd, akkoord. Dus wat ik. Nee, ik ga het niet delen. Dat was mij, dat was undercover, heb ik dat gezegd. Dat is mijn privé. Ik kan dat wel, nu zijn ze wel binnen. Ik kan dat wel een keertje presenteren, ja. Maar in ieder geval, als ik geen toegevoegde waarde zag in deze mensen, zou ik deze stap niet doen. Dus, de man, ik waardeer aan ieder, alles maar één persoon. En ik ben er zeker, bijvoorbeeld, al komt bijvoorbeeld Nieuw-Suriname met 1500 mensen. KTP 1500 mensen. Hoeveel zijn we? 3000? Hij komt met 15. Hij komt, wat wil je? Er is een zetel binnen. En ik zeg, wat ik heb gezien, en ik mag je ook zeggen, de gemeenschap kijkt, en deze mensen hebben de partij meer vertrouwen gegeven. En dat betekent, de toegevoegde waarde is enorm. Mag ik u zeggen. En is er nog een vraag? Niet meer toch? Nee. Dan nog een laatste. Nee, maar aan mij alleen. Maar Jo gaat geen vragen meer beantwoorden. We gaan hier. Is meneer Joy nog lid van NDP of niet helemaal bedankt? Hij heeft toch al hier gezegd dat hij. Dus in ieder geval, hij heeft bedankt als coördinator. Hij heeft bedankt als hoofdbestuurslid. En nu is hij met de groep van ontevreden NDP'er. Dat heeft hij hier al duidelijk gezegd. Dus mijn mensen, nog een laatste oproep. Dat is 28 en het gaat ook naar de kijkers, de gemeenschap. Dus 28 aanstaande zaterdag, AK Stadion. Ja, met Waktu Drape. En daar ga je horen, Sang Abop Odu if Utek over. Wat wij gaan doen voor het land. Ja, samen met deze broeders. Ja, ik wil jullie bedanken. M.S. Shubaka, 28 AK Stadion, vanaf 5 euro. Oké, okay, mensen, bedankt. En we zijn aan het einde. Dank je wel. Ja, maar je ziet mij, je ziet de commissie, maar je hoort daar gewoon, ja. Dus de toegevoegde waarde is van mij. Meneer Joy, wat is uw voornaam? Superman. Superman. Ja, ja. En u heeft ook gewoon als lid bedankt van de NDP? U bent geen NDP'er meer? Nee. U kunt met meneer Amakario verder praten. Heel goed, heel goed. Ik ken u van de meneer Amakario? Ja, ja. U bent de voorzitter van die beweging. Wat is uw voornaam? Raoul Amakario.
Weet je soms, kunt u ons vertellen waarom men zo ontevreden is? De ontevredenheid is het. Oké. We hebben een leider die de ABOP voorzit. Ja. En die leider geeft nagenoeg iedereen alle structuren bij de partij de nodige. Geluidstest. Ja. Geluidstest. Ja. Meneer Ahmad Kario, heb ik die naam goed uitgesproken? Ja. Kunt u ons vertellen waarom men ontevreden is in de NDP? Zo ontevreden dat men weg moet gaan? Kijk, de ontevredenheid binnen de NDP, dat laat ik over aan de heer Joyo. Mijn gedeelte is dat wij dan andere groeperingen ook in deze actiegroep hebben, die dan een beter Suriname willen hebben. En hoe doe je dat? Door zich te gaan bundelen. En bij het bundelen moet je dan kijken van hoe je dan al die doelen die je dan vooruit streeft, in welke partij je dat kan doen of in welke samenwerkingsverband. En die hebben we gevonden binnen deze samenwerkingsverband. Zijn er andere groepen? Komen er meer groepen uit andere partijen? Dus dat hou ik nog even als verrassing. Maar dat gaat u zien zaterdag aanstaande 28 september, wanneer wij dan met onze groep naar daartoe toe gaan komen. Een vraag. Het is heel opvallend dat nadat meneer Misikaba groot is onthaald bij de NDP, dat plotseling we ook nu weer verrast worden met zo'n persconferentie. Is er enige verband daartussen? Nee, helemaal niet. We waren al een hele poos bezig. We hebben elkaar kunnen vinden. En zo hebben we dan nu het zo gepresenteerd, de samenwerkingsverband. Voor de duidelijkheid, meneer Ahmad Kario zei daarnet dat u eigenlijk geen NDP'er bent, maar het is de groep, jullie vertegenwoordigen de groep ontevreden NDP'ers. Kunt u dat uitleggen? De groep heet groep Joyo. Joyo is de leider van de groep, waarbij ik dan heb besloten, samen met de groep, dat wij dan een bestuur moeten vormen. Ik ben dan eruit gekomen als de voorzitter, meneer Joyo als de politieke leider. En we hebben dan ook een overig bestuur die dan 28 september dan gepresenteerd ook zal worden. Oké, dus het zijn meerdere partijen? Geen partijen, het zijn groeperingen, omdat wij geen politieke partij zijn. Oké, maar jullie zijn dus wel achterban van verschillende politieke partijen? Dat is waar, ja. En welke partijen zijn dat? U zult het merken wanneer we dan 28 aanstaande op het podium dat gaan kenbaar gaan maken. Ja. Ja, we willen niet voorbarig zijn. De mensen zijn er donker. Goed. De Mabifaya. Wat zou jij? Dus heel Suriname. Ik ben Joyo Besari Suparme. Ik heb dus daarnet aangegeven dat u
U heeft daarnet aangegeven dat u als een groep een ontevreden NDP'ers en dat het een groep is van 11.000. Maar we hebben daarnet van meneer Ahmad Kario begrepen dat het een groep is met, vanuit verschillende partijen. Klopt dat? Ja. En om hoeveel mensen gaat dat? Kijk, om eerlijk te zijn, deze sterkte is meer dan 40.000. Ik ga niet meer uitweiden van hoeveel mensen we hebben. Het resultaat gaat pas na 25 mei 25. En zaterdag aanstaande gaat u al dan de sterkte van onze groep zien op Accra Stadion. En dat niet alleen. In de maand oktober gaan wij alleen een massameeting organiseren in Kommerwijnen. Want daar heb ik de mensen die achter mij staan van Marowena en Kommerwijnen op die dag. Maar ik ga jullie nog op de hoogte stellen. Oké, dus als ik het goed begrijp, van de groep ontevreden NDP'ers, dat is 11.000. En de groep van de rest van de partijen, dat is dan samen bijna 30.000. Ja, dat is waar. En kunt u aangeven van welke partij het gaat? Nou, het gaat om PL's, ontevreders, HVB'ers, noem maar op. Maar we willen geen namen noemen van partijen. Maar ze hebben ons al aangegeven om mee te ondersteunen vanwege mijn groep die in het veld werkt. We zijn ook een sociale groep die altijd in het veld gaat om de arme mensen te helpen. Oké, meneer Joya, wanneer we praten over ontevredenheid en NDP, is het waar omdat eigenlijk jullie achter Abraham stonden en nu meneer mevrouw Simons daar is, dat het eigenlijk niet zo gaat hoe jullie willen? Nou, we kunnen dat niet dingen. Althans, ik als onderhandelaar heb ik een discipline. En mijn discipline ga ik nooit kenbaar stellen achter wie ik sta. Maar het is zo ver gekomen dat ik mijn stap heb genomen. Ik moet mijn jongens, ik moet mijn mensen die achter me staan gaan vertegenwoordigen. En ik kan niet vertegenwoordigen wanneer we de kansen niet krijgen. Dat is mijn mening. Ik heb het net ook weer gevraagd, maar we zien plotseling een persconferentie precies niet lang na dat meneer Mizigaba groot is onthaald bij de NDP. Heeft dat enige betrekking, verband? Nou, echt niet hoor. Ik laat het gewoon aan de partij over, wat ze brengen, wat ze binnenbrengen. Ik ben nog steeds, iemand die nooit kijkt naar anderen. Ja? Ik vecht voor mijn mensen die achter mij staan. Okay, er is aangegeven, is officieel de NDP op de hoogte gesteld dat die andere partijen niet meer met ze gaan samenwerken? Of is dit het moment waar ze het te horen krijgen? Nee, is niet waar. De brieven waren op tijd weggestuurd. Wanneer? Dat was van de week. Ik had het vrijdag moeten indienen. Ik had het via de deurwaarder gedaan. Ik heb toch dat niet gedaan. Weet je waarom? Als je van een partij houdt, dan blijf je van de partij houden. Maar uiteindelijk heb ik toch moeten besluiten. Want vanwege de situatie van de andere partijen heb ik het toch gedaan. Dus uw hart is wel nog bij de NDP? Nog steeds. Mijn voorzitter is nog steeds Boudersen. Ja? Daar weet u waar ik eigenlijk sta. Ik ben nog ingeschreven, ben nog lid. Bent u nog lid van de NDP? Laten we eerlijk zijn. In een constellatie van leden zegt de statuten over leden. Maar als je geen contributie betaalt, ben je geen lid. Ben je sympathisant. En dat ben ik nog steeds, sympathisant. U bent ook geen hoofdbestuurslid meer? Nee, dat heb ik al bedacht. Ik ga u eerlijk zijn. Als je niet meer voelt, moet je geen dingen hebben van de mensen. Dus dat heb ik gedaan als hoofdbestuurslid. En ik wil geen leiding geven aan iets die niet meer van me wil. Ja, dus heb ik normaal bedankt. Ja, oké. Okay. Voordat u weggaat, kunt u een naam beschrijven? Ja. Ja.
Amat Karyo. Bye.